Ja, Joël van Nif, ik mag je feliciteren met een prima overwinning op FC Groningen. Ja, dankjewel. Ja, we zijn wel een beetje geflatteerd, denk ik. We komen goed, we komen op 1-0 achterstand. Een fantastische actie van Mahi. Daarna scoren wij de 1-1 en komen de kleedkamer uit na rust en scoren gelijk de 2-1. Ongelukkig momentje van Pat. Normaal gebeurt dat niet. Alleen, zo ken je Sergio niet, hè? Nee, totaal niet. Dus ik weet niet wat er gebeurde, maar het kan een keer gebeuren. Alleen voor hem is het jammer, voor ons is het natuurlijk mooi. Alleen na de 2-1 waren we een beetje de weg kwijt. We wisten even niet meer zo goed. Groningen werd beter en beter. En ze hadden grote kansen. En dan is het geluk ook even niet aan hun zijde. Alleen ik denk dat wij over het algemeen gewoon de wedstrijd goed onder controle hadden. Dat we goed uit de kleedkamer kwamen en goed begonnen. En we wilden overal druk geven op het veld. En dat pakte eigenlijk hartstikke goed uit. En ze wisten het op een gegeven moment niet. Zie jou, yes. Ja, ik wou zeggen 4-1, cijfers zijn duidelijk natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, goed, ik vind het niet. Ik vind het een beetje geflatteerd. Ja, na de 2-1, wat ik zeg, krijgt Groningen goede kansen. Sowieso veel kansen gehad. En het is niet goed van ons, maar ook kwaliteit van Groningen. En zie je toch wel dat Groningen gewoon kwaliteit heeft. En dat ze eigenlijk te laag staan voor de competitie en de kwaliteit die ze hebben. Dus het is ongelukkig van Groningen. Maar ik weet zeker dat het de goede kant op gaat. Uiteindelijk hebben wij 3-1 en 4-1. Dat is wel geflatteerd. Alleen daar krijgen we wel onze controle weer terug. En het is wel een beetje het verhaal van Groningen dit seizoen, denk ik. Als ik jou nu hoor praten, dan doet je er toch een klein beetje pijn. Hè, dat jullie Groningen met 4-1 verslagen. De club waar jij groot geworden bent. Ja, nee, zeker, tuurlijk. Hè. Ik heb nog steeds wel een beetje een groen-wit hart natuurlijk. Alleen, ik moet zeggen, ik ben hartstikke blij hier en ik ben gelukkig hier. Ik heb het echt goed naar mijn zin hier. Het is een mooie club. Alleen, natuurlijk kijk ik met de schijn nog altijd even naar Groningen toe. En het doet me natuurlijk ook pijn voor de club zelf, maar ook voor de supporters die altijd, ook vandaag weer, gewoon fantastische steun hebben gegeven. Uitvak staat helemaal vol, dus ja, wat wil je meer? Hè? Dat zegt toch ook wel een beetje wat over de club. Dus nee, ik vind het super jammer voor de club. Alleen ik weet zeker dat dat licht aan het einde van de tunnel is. Ja, en hoe mooi is dat dan voor jou om tegen FC Groningen weer een basisplaats te hebben? Ja, ik mocht de wedstrijd hiervoor moest ik vanaf de bank beginnen. En dat is natuurlijk jammer. Ik begon in de voorbereiding en de eerste wedstrijden begon ik. Daarna op de bank gekomen en nu weer gespeeld. En ik denk dat ik tevreden mag zijn over mijn spel. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ja, over het algemeen, ik bedank de trainer natuurlijk dat ik weer mag beginnen en dat ik vertrouwen heb gekregen. Aan de andere kant is het ook loon en hard werken geweest, want deze 2 weken hebben we gewoon keihard getraind. En heb ik ook goed getraind, denk ik. En heb ik nu de kans gekregen en ik denk dat ik hem heb gepakt. Dus ik hoop dat ik deze lijn door kan trekken. Heeft de trainer jou van tevoren nog bepaalde dingen van FC Groningen gevraagd? Ja, tuurlijk, dat gebeurt wel. Ja, uiteindelijk, je hoort zelf al wat dingen. Alleen, je weet het natuurlijk allemaal ook niet. Zo heel goed heb ik Groningen ook niet in de gaten gehouden. Ik kijk wel naar alle wedstrijden natuurlijk. Alleen, echt gewoon puur naar het voetbal. Alleen, je weet nooit hoe Groningen gaat spelen tegen ons. Dat kan elke wedstrijd is weer anders. Dus ik heb wel wat informatie kunnen geven. Alleen, de trainer is gewoon mans genoeg goed genoeg om dat zelf te kunnen. Wij gaan altijd van onszelf uit. Dus wat de tegenstander doet is niet zo belangrijk dan. Wat is het grootste verschil tussen beide clubs, tussen Heracles en FC Groningen? Ja, wel, ik moet zeggen, het is heel, heel duidelijk eigenlijk. Wij hebben echt een bepaalde visie. En dat was bij Groningen ook altijd zo, laat me duidelijk zijn. Alleen, hier is gewoon puur herhalen. En totdat het automatisme wordt. En het zijn de simpelste dingen en soms hele saaie vormen. Alleen, het moet wel gebeuren. Dat was bij Groningen toch altijd wat minder. Wij doen heel veel dezelfde vormen, maar alles staat in het teken van de wedstrijd. Dat was bij Groningen niet altijd zo. Alleen, allebei de trainingen zijn gewoon goed. Alleen, wij gaan nog iets meer in de details, denk ik. Deze trainer die ademt voetbal. Typische manier, of Duitse manier van trainen? Ja, zeker. Nou, goed. Het is soms een beetje afwachten en dan pakken. Alleen, eruit komen, misschien soms even met de counter. Alleen, ik denk dat het nu ook gewoon goed heeft uitgepakt. Succes jongen bij deze mooie club. Ja, dankjewel. Dankjewel man. Hey. Toppen. Yes.